is aftellen geblazen in dit stadion van Cambuur Leeuwarden. Na vandaag nog maar 3 keer een thuiswedstrijd in het oude stadion van Cambuur voor de grote verhuizing aankomende zomer. Het wordt wel eens tijd, vind ik zeker, het Cambuur publiek dat er ook weer eens thuis wordt gewonnen. Want de laatste tijd gaat het niet goed met de ploeg van Henk de Jong. Ze staan nog 12e. De laatste 4 wedstrijden werden verloren van Emmen, Jong PSV, De Graafschap en Jong AZ. Er staat echt een paar pijnlijke nederlagen tussen. Nu komt Telstar op bezoek. Die zijn met een tweede leven bezig in deze competitie vorige week. Teken aan de wand, 3-1 gewonnen van ADO Den Haag. Schot daar. En die bal wordt van richting veranderd. En dat scheelt er maar weinig. Bal van richting veranderd. Door Marco Tol. Plat kan niet terug naar Koeman. Dus maar een beetje op geluk die bal naar voren. Richting El Kashati. Dan neemt Cambuur over. En is dit van Mellem. En de redding van Koeman. En in de nastoot nog De Jong dichtbij. En eens was daar de mogelijkheid. Naar de opbouwfout. Het schot is daar gekeerd door Koeman. Ja, misschien is het wel een van de makkelijkere wedstrijden. Op papier dan toch voor Cambuur in het restant van de competitie. Volgende wedstrijd is Eindhoven uit. Dus gemakkelijk zal het niet zijn voor Cambuur om de play-offs nog te halen. Dan nemen ze toch een beetje in mineur afscheid van dit stadion. Bal voor, voorbij ook aan Koeman. Silla en daar de redding van Koeman. Hij komt graag op. Deze linksback, nu dus linker wingback. Is het redelijk recht op Koeman af, die bal, maar toch? Kan hij redding brengen? Kashati. Gravenberg. Draaien, schieten. Ja, en dan is hij vol van os. Ja. Van der Loo, ik denk niet dat die bal voor hem bestemd was, maar controleert hem wel. Gravenberg, Zeedorf. De dreiging van Telstar in de 5e minuut na rust. Dat schot, nou, dat is geen slecht schot. Kans voor Kane Zeedorf. Gravenberg. Dat is druk, dat is het vol. Nou, kan hij daar redelijk mee uit de voeten. Dat is er ook geen uitverdediger dit. Zeedorf. Voorbij een Ottersen Zeedorf voor een volgende poging. En die wordt weggebokst door Van Os. Kwam redelijk richting zijn gezicht. Oude Kotte naar Zeedorf. Oude Kotte, Gravenberg ingespeeld. Kan schieten vanuit de draai. Van Os met een volgende redding. Wat wild geschoten dan vervolgens van Kruiver. Maar het is Telstar dus dat de kansen krijgt in de tweede helft. Balk. Ja. Nog even leek hij daar gebruik te kunnen maken van een screen. Van een medespeler die het zicht van de keeper belemmert. Van Kaam. Enthousiaste fase van Cambuur. Inderdaad, dit is dan de mogelijkheid om. Maar dan verwacht je daar nog iets meer van. Dan is het net te weinig. Bal blijft winnen en dus mag het door. Met Narti, goede bal. Balk links is er ruimte. Maar Balk heeft verder niks en niemand nodig. Schiet hem erin. En zo komt Cambuur op een 1-0 voorsprong. En dan komt dat Wonskip toch uit de speakers rollen. En dat is altijd een goed teken voor de thuisploeg. Deze bal is goed van Narti. Balk jaagt hem in de korte hoek. Prima goal. En zo komt Cambuur op een 1-0 voorsprong. Heeft Cambuur nu de geest? Met Narti. Silla,
Silla! En dat zijn het. Dit is een overtreding, ja. Dat is een iets te opzichtige overtreding. Dat schiet hij nog wel aardig in hoor, El Kashati. Maar de duw in de rug van Floris Mand was te overduidelijk. El Kashati krijgt hem weliswaar voor, maar niet bij een ploeggenoot. Dan is dit het schot van Tahiri. En dan is hij voor Van Os. De wedstrijd is voorbij en na 4 nederlagen op rij wint Cambuur weer eens een wedstrijd. En voor het eerst sinds 12 januari in de Keukenkampioendivisie winnen ze weer eens een thuiswedstrijd door Remco Balk.